En ja, we zijn terug voor bier nummer 20. Bier nummer 20 zit hier. Inderdaad. Ja, voilà. Ik hoop dat het er gemakkelijk uitgaat. Het gaat er heel gemakkelijk uit. Heel leuk altijd. Oké, wat krijgen we vandaag? Brassers Blond. We krijgen vandaag Brassers Blond van Brouwerij Homeland. Die komen uit Amsterdam. Nu even kijken voor het alcoholgehalte. 6,4% alcohol. Mooi label. Heel leuk. Brouwerij Homeland van Amsterdam dus. Ja. Voilà. 6,4%. Brassers Blond. Oranje-achtig qua kleur. Mag gezegd worden, oranje. Ja. Ik kan er niet veel meer over zeggen. Oranje. Robig schuimkraagje. Eén vinger, niks speciaal. Maar echt oranje, kijk. Echt oranje. Even het blik. Inzoomen. Zeker leuk. Zet het blik. Van het Brassers Blond. En een tongtwister. Eerst aan de neus. Moutig. Heel moutig. In de neus. Ja, veel. Een beetje aarde. Ja, misschien wel. Proost. Zoethout. Het is ook vrij zoet. Koekjes. Beetje broodachtig. Het heeft dat oude gevoel. Niet slecht bedoeld, maar het voelt zo een beetje aardeachtig. Inderdaad, een beetje aardeachtig. Misschien natte gras terug. Ja. Het is niet verfrissend, laten we zo zeggen. Ik vind het echt niet zo verfrissend. Van sommige bieren heb je echt dat het zegt van, oh, dit is verfrissend. Deze gaat een beetje naar de English bitter, qua stijl. Niet slecht bedoeld, ik zeg het uiteraard, niet slecht bedoeld. Misschien alweer die sinaasappelschil. Maar zeer matig. Deze is zeer matig. Ook wel vrij zoet. Ja, de English bitter. Heeft het echt dat bitter? Ik weet niet. Het heeft misschien niet dat bitter, hè. Maar het heeft wel dat grassige. Dat nat grassige in zich. Zeker weten. Anyway. Geen al te hoge score. Tot mijn spijt, persoonlijk. Persoonlijk is dat. Want het is wel vol natuurlijk van smaak. Maar ja, niet een stijl dat iedereen zo wel leuk, zo leuk zal vinden. Als je het mij vraagt. Ja. Niet de beste. Voor een rating. Even nieuw t-shirts hebben gedaan. It's beer time. Voor een rating. 6,25 op 10. Voilà. En niet vergeten. Een bier per dag review ik voor jullie met een lach.